De natuur is nu even helemaal gelukkig in het kleine stukje paradijs, zelf gecreëerd. Zonnebloemen. Ik noem dit al een dropplant, maar die zal eigenlijk wel anders heten, denk ik. Hij ruikt in ieder geval heerlijk naar drop. Dit is ijzerhard. Hele sterke plant. Die kan zich ook hier uitzaaien. Dus dan heb ik volgend jaar een hele tuin vol met ijzerhard. Ik hoop het. Siergras doet het goed. Alleen eentje is kapot geschoffeld door de kippen. Deze aster doet ook super goed. Ze worden echt groot, die asters. Had ik niet verwacht dat ze zo groot worden. Dus ik even vergeten. Zo hoog worden, zeg maar. Mijn herinnering was het anders. Nou, de kippetjes die lopen heerlijk hier rond en ook in het bos. Deze witte kippen die lopen eigenlijk heel veel in het bos en dat is opvallend. Want we hebben al heel veel jaren kippen. Maar normaal hebben de kippen niet zo interesse in het bos. Ze zijn gewoon een beetje eng en roofdieren. En dan blijven ze gewoon... wat is nou aan het doen? Is dit gewoon porno met een moeder? Ja hoor. Hij moet erop. Nog meer kuikentjes. Nou. Zo is de natuur. Zo begint het productieproces van mijn Kaapse eenden. Waar was ik gebleven? Ja, het is dus opvallend dat deze witte kippen veel in het bos kon scharrelen. Kijk, een paardenkastanjeboompje. Nou, volgens mij is die klaar. Dat is mooi. Mooi gezinnetje. De moeders en de vader en de baby's. Ik heb één witte kip die mij altijd volgt. En dat is wel heel leuk. Dat ik af en toe onkruid aan het wieden was. Deze is mooi gevlucht van een mannetje. Want een mannetje kan niet vliegen. Als het goed is, gaan de vleugelveren wel weer aangroeien. Toen ik hem kreeg, was hij gekort wiegd. Maar muskus eenden mannetjes staan bekend dat ze niet goed kunnen vliegen. Dat ze gewoon te zwaar zijn. Dat zijn ook eigenlijk prima slachteenden. Het is wel natuurlijk vloeken in de kerken. Maar ja, dat is ook wel mooi. Ze hebben vast een mooier leven dan de kipnuggets kippen. Of kuikens, moet ik zeggen. Ik zal nog een keer voor jullie een vliegfilmpje maken, want dat is toch wel heel fascinerend om gewoon beesten te hebben die gewoon vliegen. Zo, terug bij de kindjes. Dat was even geluk hebben. Nou, nog hier nog een klein stukje over de tuin vertellen. Zoals al mijn filmpjes bereid ik me niet goed voor. Daarom zijn mijn filmpjes ook niet allemaal heel interessant. Hopelijk zijn er toch een paar mensen die ervan kunnen genieten. Ik weet niet hoe deze plant heet. Maar hij geeft gele bloemen, heb ik gehoord. Ik heb bij iemand geholpen met de tuin. En als dank kreeg ik deze
plant. Net zoals deze. Volgens mij gaf deze ook gele bloemen. En wat ik heel leuk vind, wat mij gelukkig maakt, zijn de kleine echinacee. Ik heb takken hierin gelegd, zodat de kippen daar niet gaan vroeten. Anders gaan al de mooie plantjes naar de Filistijnen. Kijk, dit is dus een, ook een echinacee. En daar... Maar bijvoorbeeld dit is gewoon een klis. Weg ermee. Kijk, die kip is aan het kijken als ik aan onkruid aan het bieden ben. Want die wil gewoon gevoerd worden. Die herkent gewoon een machtig mooi haantje in mij. Dus die moet ik wat worpjes geven. Nee, niet door me. Ik heb dat hout daar neergelegd. En dan ga je toch er doorheen lopen. En nog bemesten ook. Jongen. Chickies.